Als je voelt aan het heet, kun je zien aan hem, goed zien. شوف اخوتي انا جينا للطواحين اوكي ها نشوفو صديقنا النجار ما بغا يفعل هنا يا ايه هذا كيصوب الكورد هذا ريلخ نيدرلاند دا دوم ريت نيدرلاندس يا als de vragen zijn dan hoor ik het hè oké dank u wel touwslagen ja touw dit weer is al wat zie er wordt nog steeds van plantaardige vezels gemaakt oké niet van dierlijke vezels niet van haren maar van plantaardige vezels nou wat zijn plantaardige vezels onder andere deze van die plant die buiten staat dan worden de bladeren die worden gekneusd worden gewassen en wat overblijft zijn de vezels en dat is sisal. Ja, nu check het zo op en dan goed, je moet het sabra. Touwtjes over dit. Ja. Allemaal losse vezels zo. Worden in elkaar gedraaid tot één touw. Ja. Maakt het mooi sterk. Okay. Maar sisal is hard aan je handen. Daar zitten vezels in, net splinters van hout. Ja, het doet altijd een beetje zeer aan je handen. Dus als je een touwtje wil hebben wat lekker zacht is aan je handen, kun je beter hennep nemen. Hennep is ook een plantenvezel. En hennep komt van deze plant. Hij is intussen niet groen meer, maar dit is de hennep. De hennep, ja, de kief. Ja. En dat is niet de hennep die op van die kleine zoldertjes groeit en in keldertjes. Maar buiten. Dit is buiten, ja. Die groeit in Marokko, hè? Ja, ook. Heel veel, ja. Nou, in Nederland ook. Oké. Okay. Kijk, dus dat. Dat is heel mooi. Ja, die hennep die wordt geoogst, dan worden de vezels uitgehaald en er wordt touw van gemaakt. Oké. Okay. Goed, genoeg gepraat. We laten eens zien hoe we touw draaien. Ik heb een hulpje nodig. Niemand aan me helpen? Ja? Kom maar. Altijd maar zo, hè? Je moet ook keil. We kunnen ook een beetje deze kant op kijken. Kans over rustig. Rustig. Kans over rustig. Ja, dan doe maar. Kijk, wat er nou gebeurt door het draaien, ja. Wordt er een bepaalde. Ja, gaat prima. Gaat goed. Wordt er een bepaalde spanning in dat touw opgebracht. Daardoor zie je dat die losse garens al in elkaar draaien. Right, ja. Eigenlijk tot al vier touwtjes. Maar dan zijn we er nog niet. Het moet verder. Het mag ietsje sneller. Gaat het nu goed? Ja, helemaal goed. Je ziet ook door het draaien wordt het touw korter. Ja. Als het in elkaar draait wordt het korter. Ja, dat wordt korter ook. Het zijn nog zo. Maar daar ook nog zo. Kijk, en wat ik nu ga doen, ik laat de spanning nu los. Oké. Okay. En dan kijk je wat er gebeurt. Oh, dat gaat. Ja, kom maar. Oh, het heeft de brand. Ik wil hem maar kleuren, dat heeft de brand. Ja, top, dankjewel. Kijk, zo werden er worden nog steeds touwen gemaakt. En dit, we laten hier zien hoe de boeren vroeger hun koetouwen maakten. Okay. De koetouw, de naam zegt het al, gebruikten die om een koe vast te houden. Nou, de koeien hadden toen nog horens. En dit werd dan met een lusje om de horens vastgebonden. Het werd eromheen gedraaid en de koe moest op zijn eigen touwtje passen.
Als de boer hem nodig had, haalde hij het touw los, hij vervoerde de koe en daarna werd het touw er weer omgebracht. Maar om een goed koetouw te hebben, moet er altijd een oog aan zitten om de horen te doen. Maar die mag de koe er niet uittrekken, dus een knoop is niet genoeg, het moet sterker zijn. Nou, daar hebben we een mooie knoop voor bedacht. Die halen we hier nog een keer doorheen. Als het even wil. En dan kun je zien dat je een verbinding krijgt die er niet meer uit te halen is. En ik hoorde net Marokko. Wordt dat ook zo gedaan? Ja, kan. Kan, ja? Ja, kan. En waar maken jullie nog meer touwen van? Ja, ik weet niet dat we maken zo'n touwen van, maar ik weet dat het wordt gerokt. Ja, oké. Okay. Ja. Goed. Kijk, een lustraam. Trek er maar eens aan. Wie heeft de koeien thuis? Hey. Nee? Oh, kun je touwtjes brengen? Nee. Wie heeft de koeien thuis? Ik heb koeien thuis. Jij hebt koeien thuis? Ja, ik heb koeien thuis. Neem hem mee. Goed. Nou, hartstikke bedankt. Okay. Okay. Dankjewel, okay. Applaus. Jo, dank. Doei. Ja. Dankjewel. Ja. Geen maar, Korda. Sab Natwal. يا الله سيدي مازال غير مشي ولا الطواحين على غادي De kust heb je de zee, hè? Dit is de Noordzee. Ja. En hier heb je duinen. En de duinen, hè, dat zijn kleine bergjes. Nou, als wij geen molen zouden hebben, of geen waterwerken, geen deltawerken, dan zou dit allemaal onder water. Je komt er 2 meter hoger verder daaruit. Maar nu is het waterpeil daar. Ja. Kijk je niet. Omdat het zo droog is. Hij staat niet meer in het water. Dus als je nu eraan draait, dan komt er geen water. Maar normaal, als je hier draait, dan komt het water daar achter hem. Ja, precies. Ja, maar nu niet, het is te laat. Kijk maar iemand de lucht. Ik vind water. Nou, en ik weet niet van jullie wel eens. Zijn jullie wel eens met de vliegtuig op Schiphol geland? Water. Oké, okay, goed hè. Nou is het naar de molen. De molen is een tweede muur. Want nou, als de wiepel op de ene muur stilstaat, dan zou de molen niet meer in of uit kunnen gaan. Dus daarom hebben ze 2 deuren, dan kun je altijd 1 deur gebruiken. Is dat zonder machine? Zonder machine. Ja, voor wind. Door de wind. De wind is de energie. Ja, moet je wel katje hoe moet dat gekeken hè? Met de hand gemaakt. Ja. We hebben nu ook van holen van vette molen, letterlijk. Windmolen. Daar onderaan, als je er omheen loopt, hier staat op dat bruggetje, dan zie je ook nog een stukje van. Hoe staat dat hier echt? Nee joh. Heb je echt een? Ik doe een weefland en ik moet echt op de zee. Ik heb een beetje 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 een يعني طاحونا بلا منشار كل ما دار الريح كاين واحد المناشر لداخل تيقطعو تماك يعني شنو بغاو يقطعو يعني كنشوفو هاهي يعني طاحونا بلا منشار اخوتي كل ما دارت كل ما كاين واحد المناشر تيقطعو زي ما كتشوف هنا واحد معلق هنايا كتشوفوا الريح وهذا
ما عرفت الضبط فين عاملينهم يقدروا يكونوا لداخل ما قدرتش نمشيو لها ما كتشوفوا الما داير عليها ملي كان واحد الوقت محتاجين المراكب بزاف فلهذا داروا هاد المطاحن هادو مطاحن النجارة اوكي اخوتي كتشوفوا يعني هاد الطاحونة كتدور كلها ها هما لتحت كما شفتو كاين واحد ها هما هادو هادو اللي لتحت عليهم كتدور هما هادو كما كتشوفوا عليها كتدور يعني كتدور كلها الطاحونة كتدور كلها والخدمة كتكون لداخل باتار يعني تا الخشب هانتوما كتشوفوه الخشب اللي كيتقطع راه جاي هوك هانتوما كتشوفو ها الخشب يعني فوالا هي هادي Ja, doe maar. Het is ook een keer gezellig hè, dat ik ook bij ben. Hè? Allemaal even. En mag ik vragen, wat deden jullie voor beroep hadden die? Mijn vader was militair en mijn moeder was een huisvrouw. Bij de kous, alhamdulillah. Zie je wat ze die gelijk nog naar boven voor het karib. Zie je wat het karib in de baan. Naar boven even. Hé hey, jongens, we trekken de boot deze kant op, oké? Okay? Ja. Oké. Okay. De wolfmannen. Kom op, kom op. Dank je wel. Het is wel heel... Hoppa! Ik heb nat. Ik heb nat. Ja. Trekken? Nee, pa. Je bent wel nat. Vind je dat erg? Zij heeft slippers, geen probleem. Waarom trekt hij de boot nou terug? Ja, natte kont, natte schoen. Ik heb één keer een cursist gehad, lagen allemaal van die... Doe maar de kawarib die kunnen prisobo. Kijk eens. Hallo. Laat even touw voor, want ik ben met de zorg bezig. Ja, is goed. Ja? Jullie kunnen wel even kijken of je dat leuk vindt. Ja. ما فين كنتي صوبوا القوارب met op de ouderwetse manier ja Thank you.
هنا كانوا كيحطوا صبابهم في الباب كيف كتشوفوا اوكي الديور كان عندهم قصار شويه كان الناس صغار شويه تدخل اوكي En deze mensen die gingen bijvoorbeeld ook naar Zweden. En daarom zie je dat het blauw en geel geverfd is. En hier in die, okay. Dat noem je Zweden, die waren van hout gemaakt. Hier deden ze allemaal spullen in. Want omdat het aan het water lag, was het vaak dat het water op het land kwam. En dan stond hier water. Als ze nou in dozen zaten, dan... O ja, dat is helemaal leuk. Is dit die baby? Kon je niet zien dat ze... Het is een knazig goedje. En ook. Die cousine. Die cousine. دابا وصلنا للمصبانة اخوتي هانتوما كانوا كينشرو حوايجهم هادو الناس الاغنياء في امستردام كانوا شحال هادي المهم ما لقينا هذا اوكي شنو كتشوفو een paard rond en dat ging de paard en die zorgde dat het allemaal ging draaien en dat die stampers die grote Misschien. Ik kan het niet maken. Een verrekker, goedje. الفركة والشتاء اللي عقل عليهم شوفو هنا كان تيسخنو تيهبطو هنا تيهبطو